Een hele goede middag en welkom bij de Escape Room Workshop van het Inspiratiecarousel van het Media College Amsterdam. Super leuk dat jullie bij mijn workshop komen. Vandaag ga ik jullie meenemen in een escape room inzetten als werkvorm in de les. En dan specifiek, wat gaan we doen? We gaan ontsnappen natuurlijk. We gaan zelf een escape room doen. Deze workshop is in elkaar gezet door middel van een escape room, waarbij je zelf ook verschillende werkvormen gaat ervaren, zoals de studenten zou ook ervaren. Daarbij gebruik ik verschillende edit-tools die je dan ook kunt leren kennen. En ik ga jullie vooral uitleggen wat de do's en don'ts zijn als je zo'n werkvorm of een edit-tool kiest. Want het is natuurlijk erg leuk allemaal, maar we moeten het juist inzetten als iets om onze lessen te versterken in plaats van iets om de afwisseling erin te houden of het leuk te maken voor onszelf. En we gaan eindigen met waar jullie natuurlijk voor komen. En dat is je eigen escape room bouwen. Als er nog een vraag over zijn, hoor ik die graag. En anders gaan wij lekker ontsnappen. Oké, daar gaan we. Het spijt me vreselijk. Maar de seconde dat jullie deze meeting inkwamen, zijn jullie opgesloten. Jullie zitten vast en het is aan jullie om te ontsnappen. Ik deel mijn scherm nu, die komt zo in beeld. Zoals het goed is, zien jullie nu een escape room. En in deze escape room staat, welkom. Stapje voor stapje lopen jullie een donkere kamer binnen. Dankzij het licht dat via de deur naar binnen valt, kun je nog net je hand zien wanneer je er voor je uitsteekt. Totdat, bang, de deur klapt dicht en je weet niet meer of je je ogen nou open hebt of niet. Je hoort een stem. Let's play a game. Jullie zijn opgesloten in Jigsaw's huis. Probeer te ontsnappen door je door de kamers te bewegen. Wie het snelst is, heeft de grootste kans tot overleving. Kijk telkens op de volgende kamer. Door op enter te drukken of op het tekstveld te klikken, kun je een wachtwoord intypen. Het wachtwoord is altijd het antwoord van de vraag uit de vorige kamer. Let op, hoofdletters en spaties zijn cruciaal. De eerste vraag luidt als volgt. Wat is de volledige naam van de persoon die deze workshop geeft? Typ het antwoord in bij de volgende kamer. En nu ga ik even kijken, omdat ik net nog dezezelfde escape room heb doorlopen, of hij alweer op slot staat, of dat ik dat misschien nog moet doen. En dan krijgen jullie een cadeautje. Nee, hij staat weer op slot. Top. Dus wat is mijn volledige naam? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè, Anne-Floor. We hebben gewoon een speakbriefje. Precies. Maar mijn naam is wel een perfect voorbeeld als je dit met studenten doet. Hoe ik mijn naam spel is hoofdletter A, Anne, streepje, hoofdletter F, Floor, spatie, Brouwer met O-U. Heel veel mogelijkheden om fout te gaan dus. Dus je kunt hoge eisen hebben van je studenten. Over het algemeen komen ze er vaak wel uit. Maar het kan dan helpen als zij ergens al eerder inderdaad mijn naam kunnen zien, het kunnen aflezen. Uit hun hoofd zou dit niet goed gaan namelijk. Bij veel mensen ook niet. Oké, we zijn nu in kamer 2. Goed gedaan. En hier staat mediawijs, vraagteken. Vaak zetten docenten veel materiaal in om voorbeelden van lesmateriaal te geven. Er zijn natuurlijk sites als YouTube waar je lesmateriaal kunt laten zien. Maar er zijn ook apps waarbij je vragen toe kunt voegen en het kijken kunt sturen. Naar deze apps krijg ik altijd veel vragen en zo ook over AdPuzzle. Ik heb er een voor jullie klaargezet. Als je dus wil, kun je hem zelf alvast kijken, maar het is iets makkelijker als ik hem voor jullie aanklik. Ga ik wel even opnieuw scherm delen, want ik heb nu niet aangeklikt dat jullie ook mijn media horen. Zo, dus noem ik hem even opnieuw. Zo. En dan heb je dus voor je studenten, deel je heel makkelijk een link. En dit is hoe zij het zien. Dus zij komen dan hier terecht. En dan kunnen ze het filmpje starten. En als het goed is, horen jullie er ook geluid bij. Oh, dat is het einde omdat ik hem net al heb gedaan. I don't know who you are. Ze zei, I don't know who you are, but do you know who this actor is? Nou, jullie hebben mazzel, want de vorige groep wist het alvast voor jullie. Liam Neeson. Dit is dus wat er gebeurt als de student het, deze link en deze video kijkt. Hij wordt gepauzeerd, hij loopt niet vast.
totdat je een antwoord in hebt gevuld. Dus dan kun je ook niet verder. Pas nadat je een antwoord hebt ingevuld, komt hier deze continue-knop. Wel heb je altijd deze optie to rewatch. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do. Don't have money, but what I do have. En hier heb ik een notitie toegevoegd voor de studenten die dit filmpje kijken. Dus zie hoe hij nu uit het licht stapt voor het dramatisch effect. Alleen zijn mond is nu nog verlicht. Dit is hoe je studenten dus wat dan ook kunt laten zien. Door middel van veel materiaal. Hoeft niet per se op YouTube te staan. Let wel op rechten, dat is wel een tricky ding. Kun je bepalen waar zij naar moeten kijken. Dus zoals ik nu zou ik willen dat studenten focussen op de lichtval in dit filmpje. Zo kun je sturen waar studenten naar kijken in plaats van hen alleen maar vragen en een filmpje te geven. What I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. What are your skills that make you a nightmare? En dan hier kon je aanvinken multiple choice. Ik word fanatiek bij spelletjes. Of ik stel bij de rondvraag nog een hele lange vraag. En de vorige groep ging voor te fanatiek bij spelletjes. Maar het goede antwoord was de rondvraag natuurlijk. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you, heeft de vorige groep beantwoord. En dat is natuurlijk hoe die quote gaat. Continue. And I will kill you. En wat je hier dus nu ook ziet als student zijnde, is hier had ik een vraag fout, hier had ik een vraag goed. Dit zijn open antwoorden, dus die kunnen nog nagekeken worden. En als docent zijnde, dat is ook nog de vorige. Als docent zijnde kan ik hier dus zien, er zijn twee nieuwe antwoorden. Twee mensen hebben hem opnieuw gemaakt. Zoals je kunt zien heb ik ook een oprechte TED Talk een keer ingezet voor een les. En kun je hier dus al het alles volgen hoe studenten het maken, antwoorden geven. Zijn hier vragen over tot nu toe? Nee. Dit is dus een voorbeeld van AdPuzzle. De voordelen van AdPuzzle. Je kunt de studenten vragen laten beantwoorden terwijl zij bezig zijn. Je kunt de studenten weerhouden van doorklikken voordat de vraag beantwoord is. En het geeft ook een analyse van hoe de studenten het hebben gedaan. En zoals hier ook kreeg ik een pop-up toen ik het voor het eerst gebruikte. Is dat je gedeeltelijk gratis AdPuzzle kunt krijgen dit jaar, dit schooljaar. Nadelen. Het programma kan nog wel eens haperen en dan moet er opnieuw geladen worden. Het neemt dan wel je antwoorden mee, gelukkig. Om in de volgende kamer te komen, dus in kamer 3, moet je het grootste nadeel van deze app invoeren. En let op dat je voor deze uit 3 letters bestaande privacywet wel met hoofdletters spelt. Dus wat is het grootste nadeel van AdPuzzle? De AVG. De AVG. Ja. AdPuzzle is namelijk niet AVG. Nog niet. Het heeft namelijk geen service in Europa staan en vereist aanmelden via Google, Facebook of e-mail. Met gegevens dus. Het neemt gegevens, ja. Wel heeft AdPuzzle gemerkt dat zij hierdoor klanten in Europa mislopen en zij zijn hard aan het werk om dit te verbeteren. De iCoach kan samen met de FG, functionaris gegevensbeheer of bijvoorbeeld iemand zoals Randy van ICT, die over accounts gaat en dergelijke, op onderzoek gaan naar en wanneer dit klaar zal zijn. Maar er zijn ook meerdere apps die deze opties aanbieden. Ik moet ze persoonlijk zelf nog uitproberen. Maar ik kreeg toevallig over AdPuzzle altijd veel vragen. Om in kamer 4 te komen ga je naar www.mbomediawijs.nl. En klik je vanaf de homepagina op tutorials. Daar zie je, als je naar beneden scrolt, een rijtje met edutools en instructievideo's. Als eerste Quizlet, AdPuzzle, dan Answer Garden. En dan Insert Learning. Wat is in dat rijtje? De laatste. Dus wat komt er direct na Insert Learning? En dan ga ik de mensen die daar naar onderweg zijn een kleine voorsprong geven. Voordat ik naar www.mbomediawijs ga. Klik op Tutorials.
En dan scroll ik naar beneden. Dan zien we eerst Microsoft tutorials. En daarna het rijtje met de tools. En dan zien we na Insert Learning zien we. Seppo dus, hè? Yes. Dus het, hier zie je eigenlijk alle edutools die wij onderzocht hebben. En dus ook informatie zoals bij Edpuzzle. Hoe werkt het? Het is nog niet AVG-proof. Wat kan ik ermee? Wat is het? En een filmpje met voorbeelden hoe je het gebruikt. Dit hebben wij dus voor heel veel tools gedaan. Uiteraard niet bij alles, maar wordt wel aan gewerkt. En je kunt het zelfs filteren op, ik wil alleen maar dingen die AVG-proof zijn, of die een studentenaccount nodig hebben, of die ik in kan zetten voor evalueren. Dat is erg fijn en makkelijk. Het wachtwoord voor ons volgende kamer is de Seppo, dus kamer 4. Ik zit in een lokaal waar het licht uitgaat als ik niet te druk beweeg, dus dat is nu gebeurd, sorry daarvoor. Lesinspiratie op www.mbomediawijs.nl staan honderden lessen, geheel met lesbrieven, instructies, benodigdheden, etc. om mediawijsheid bij studenten bij te brengen. En zo ook de les Regels voor Influencers. Zoek deze les en om in kamer 5 te komen moet je de vraag beantwoorden welke digitool wordt aangeraden bij benodigdheden van deze les. Dus ik laat jullie weer eerst heel even kijken op mbomediawijs.nl en dan bij lessen te zoeken naar de les Regels voor Influencers en wat wordt daarbij benodigdheden aangeraden. Ik geef jullie een kleine voorsprong. Hij staat al lekker makkelijk bovenaan. Bekijk de les. Een Padlet. Padlet, yes. Ja, dat. Dus het handige is, alles staat voor je opgeschreven. Welke competenties van mediawijsheid komen erbij kijken? Welke thema's raakt het aan? Wat zijn je lesdoelen? Welke producten worden opgeleverd? Wat is de voorkennis? Hoe werkt het? Hoe lang? Wat heb je ervoor nodig? Verdiepingsopdrachten zelfs. En zo zijn er heel veel lessen voor jullie gemaakt als je bepaalde thema's zou willen behandelen. Zoals algoritmes ook. Kijken. Bijvoorbeeld, eigenlijk heel veel divers aanbod hebben we daar. Padlet, inderdaad. Een app die bij die specifieke les nodig is. Mocht je dus aan de slag willen met een digitool, kun je altijd terecht op die website mbomediawijs.nl. Of je kunt kijken op het YouTube kanaal van MBO Mediawijs, waar je geregeld mijn stem ook voorbij zult horen komen. Zo heb ik dus ook een instructiefilmpje gemaakt over hoe je een escape room bouwt, zoals deze die jullie nu doorlopen. En als laatste heb ik een paar dagen geleden nog een tutorial gemaakt over Quizlet, een edutool. Je kunt ook de socials in de gaten houden, zoals Twitter, LinkedIn en Instagram. En daar zie je dan bijvoorbeeld ook mijn blije hoofd voorbij komen. Waar docenten ook ervaringen delen. En zowel op het YouTube-kanaal als op de socials hebben we bijvoorbeeld ook vlogs met tips voor AVG en veiligheid. En hoe je die bespreekbaar maakt met studenten en nog veel meer. Om in kamer 6 te komen, beantwoord je de vragen op www.menti.com. En de code staat daar, maar die zal ik zo ook op Menti laten zien. En ik ga even de website daarvan erbij halen. En dan ga ik jullie vragen, wachtwoord staat er stiekem al, omdat ik dit net ook heb gedaan, om dit eventueel op je telefoon even mee te doen of op je laptop. Dus menti.com. Als je denkt geen zin, is ook goed. Ik ga er voor de zekerheid ook even heen, zodat we wel wat antwoorden zien verschijnen nog. En dit is een Menti, zoals dat heet, een Mentimeter. Dit is dus een interactieve PowerPoint waarin je heel makkelijk het gesprek aan kunt gaan met studenten op een interactieve manier. Je kunt dus ook op een positieve manier de telefoons inzetten hiervoor. En het ziet er als volgt uit. Dus de studenten die gaan naar menti.com en gebruiken dan de code 9787-0057. En dan wordt er
in worden er antwoorden gevraagd. Dus zoals in dit geval, dit is ook van de vorige groep, in één woord, hoe voel jij je bij je workshop tot nu? Tot nu toe. Kun je dus een antwoord invullen. Dus de you was van mij vorige keer. Nice. Van mij? Oké. Nou. Ontspannen. Zie ik staan. En voor deze slide heb ik dus gekozen voor een word cloud. Dus dan kies ik ervoor. Ik ga nu weer even een apart antwoord, zodat we weten dat die van mij is. Artsy en grappig. Laat ik ertussen zetten, twee antwoorden. Dan zie je telkens een word cloud ontstaan. Dus zo heb je niet alleen maar straightforward antwoorden. Als je dat nou wel veel fijner vindt, straightforward antwoorden, gewoon netjes overzichtelijk onder elkaar, dan kun je bij de volgende vraag, waar zou jij deze edit tools of digitools bij willen gebruiken? Dan kun je dat ook zo neer laten zetten. Dus de les had ik heel flauw opgeschreven. Uit de vorige groep kwam ook activerend overleggen, uitleg over stof, thermometer in de klas, dus even de sfeer proeven, meer betrokkenheid bereiken. Nou, jullie kunnen hier nu dus ook antwoord op geven via je telefoon of via je laptop als je dat aan het doen bent, als je dat zou willen. Dus ik ga weer even een flauw antwoord opgeven. Kijk, een teamsvergadering kun je het inzetten, inderdaad. Even flauw antwoord op school. Ja, zo kun je dat live erbij zien. Alleen mijn internet is nu niet zo snel. Dus in mijn geval zie je het even niet. Maar dat kan. Die van jullie wel. Zo heb je ook dit soort acties. Waarbij je kunt stemmen. Nu heb ik deze slide net al gebruikt. Maar je kunt stemmen. Van welke app zou je nog een demonstratie willen zien bijvoorbeeld. Dan kun je stemmen. Vorige groep stemde op Zeppo. Dan kun je je stem doorgeven. En dan kan ik als docent, zoals nu heb ik de winnaar verborgen. Je kunt nog stemmen. En dan zeg ik daarna, laten we antwoorden zien. Flop, is het nog steeds Zeppo? Ja. Ja, Zeppo, tuurlijk. Die wint, hè? Ja. Ik heb dit in mijn eigen lessen bijvoorbeeld ingezet bij SLB als we een klasvertegenwoordiger zoeken. Okay. Zo hou je het toch iets veiliger en kun je oprecht stemmen op wie jij als klasvertegenwoordiger wilt, bijvoorbeeld. Ja, zo kun je heel veel dingen hiermee doen. En zijn we aangekomen bij het wachtwoord. Je kunt dus ook gewoon puur en alleen tekst of filmpjes of afbeeldingen hierin zetten. En eigenlijk nog best wel wat meer. Dat is het fijne Mentimeter. Nou, het wachtwoord van kamer 6 is land. Dus hoofdletter P. Land. En dan komen we dus bij Zeppo, want daar werd om gevraagd. Bij het begrip gamification denken mensen al gauw aan kahoetjes, quizzen, om de lessen aantrekkelijker te maken. Maar wat nou als je je lessen in echte bordspellen kunt veranderen? Of nog beter, de studenten de wereld insturen en als een Pokémon Go jouw lesmateriaal kunt laten ervaren, terwijl jij hen volgt en live feedback kunt geven. Jullie openen een deur en zien de tuin. Dit gaat weer over Jigsaw's huis, dus dit zijn jullie zelf. De tuin ziet eruit als een meditatieruimte en lijkt vreedzaam. Voorzichtig stappen jullie de zon in en zou dit pad naar vrijheid zijn? Of een pad naar iets anders? Om van Jigsaw te ontsnappen, moeten jullie door de tuin heen komen. Ga naar seppo.io en log in als player. Gebruik de spelcode 339691 en vul je naam in en druk op start spel en succes. Dan ga ik jullie eerst even laten zien hoe dat eruit ziet vanuit het docentenperspectief en hoe ik dat klaar heb gezet. En dan ga ik vragen of een van jullie dat misschien wil doen. Of ik log even uit, een van de twee, wat sneller gaat. En dan laat zien hoe de studenten dit zien. Dus als docent, even naar Zeppo. Heb ik hier een afbeelding gekozen, wat er basically uitziet als een bordspel. En heb ik hier verschillende vragen in gezet. Die sleep je er gewoon naartoe. Dus die kunnen alle kanten op. En die heb ik dus telkens op die treetjes gezet. En je ziet er een 1 voor staan en allemaal 2'en. Dat is omdat ik voor verschillende levels heb gekozen. Dus ik heb gezegd, mensen moeten een vraag beantwoorden en dan krijgen ze punten voor.
En vervolgens moeten ze nog een vraag beantwoorden, krijgen ze punten voor. Dan zien ze ook alleen maar deze eerste twee pictogrammetjes. En als ze op zijn minst 3 punten hebben behaald, ik heb hem heel laag ingezet, dan verschijnen al die andere vragen. Zo kun je met levels werken. Dus zo kun je, ondanks dat je het speels aanbrengt, kun je ook nog steeds differentiatie heel makkelijk in je lessen toepassen. Dit is dus op een vaste afbeelding en heb ik alle verschillende soorten vragen die ze maar aanbieden, of bijna alle, heb ik hierin toegepast. Dus ik vraag gewoon om je naam, een open antwoord, en die kan ik als docent dan nakijken en beoordelen. Ik vraag om een foto van de Renaissance en die beoordeel je dan als docent. Dus voor de grap heb ik hier toen een foto van mijn keuken gedaan, omdat ik het aan het oefenen was met een collega. Even kijken, bijvoorbeeld. Dit is een kunstwerk van de Renaissance. Daar geef ik punten voor. Daar geef ik een badge voor. Hier heb ik ook de afbeelding zelf gekozen. Ik kan automatisch feedback invoeren, zodat dat direct verschijnt. Of ik kan live feedback geven. Ik kan het opnieuw beoordelen als het opnieuw is ingeleverd. En in dit geval is dat een afbeelding. Maar het kan ook zijn, je moet een code invullen. Even kijken. EduTools verslepen. Dus welke zou je gebruiken voor welke optie? Dus een klassendiscussie zou deze persoon Mentimeter voor inzetten. Om feedback te vragen zou deze persoon Exit Ticket inzetten. En om het menselijk lichaam te bestuderen voor biologie zou deze persoon SEPO inzetten. Zo kun je ook slepen met antwoorden. En zo biedt het heel veel opties. Dus het ziet eruit als een bordspel, waardoor het al een spelelement krijgt. Je kunt er tijdsdruk op zetten. Terwijl de studenten bezig zijn, kun je om feedback vragen. Dus dan verschijnt er ergens random in het spel verschijnt een vraag met hoe voel je je nu? En dan smiley faces of wat heb je geleerd? En dan voeren ze een antwoord in. Beoordeel deze les van op schaal van 1 tot 10. Al die dingen kun je instellen. En waar wij het bij Podium Evenemententechniek ook speciaal voor gebruiken, is je hoeft niet een afbeelding te kiezen. Je kunt ook een satellietkaart kiezen. En dan kun je, als je bijvoorbeeld voor Amsterdam kiest, daarop inzoomt, kun je vragen verslepen naar bijvoorbeeld het Veronica-schip. En daardoor doen wij altijd in de introductieweek een speurtocht door Amsterdam. En dan activeer ik locaties hierin. En dan geef ik dus aan, je moet binnen 50 meter zijn van het vraagkolommetje, of 20, 25, om de vraag te openen. Dan wordt hier van grijs bijvoorbeeld zo'n vraagteken, wordt hier roze. Dan kun je de vraag openen en een antwoord geven. Dus bij het Veronica-schip is het dan stuur een filmpje waarin je de geschiedenis van het Veronica-schip uitlegt. Want je kunt ook beeldmateriaal, foto's en geluidsmateriaal versturen. Zo laten wij onze eerstejaarsstudenten dan door heel Amsterdam trekken in groepjes. En bezoeken zij toekomstige stageplekken en relevante locaties voor hun beroep. En als docent kun je hen volgen. Dus zij kunnen direct met jou chatten in de chatbox bijvoorbeeld. En je kunt hen flash exercises geven. Dus als je denkt, wow, ze gaan veel te snel, kun je er ter plekke nog wat opdrachten in gooien. Je kunt terwijl ze bezig zijn en jou misschien een chat sturen met, hey, je vraag zat in het water of je hebt hem niet goed geplaatst. Dan kun je hem terwijl ze bezig zijn nog verschuiven en naar hen toe brengen. En je kunt dus ook zien of zij er liever voor kiezen om de trein te pakken of wel heel erg lang stilstaan. Dus zo geef je hen enigszins privacy, dat je puur en alleen hun locatie ziet. En voor de rest is aan hen wat zij er doen, maar ze moeten wel de vragen beantwoorden. En je kunt dus volgen of zij in ieder geval goed op tempo zijn en bezig zijn. En er is zelfs een ranking die je aan kunt zetten, waardoor je dat spelelement ook weer krijgt. Veel informatie. even kijken, is er iemand die SEPO wil opstarten en even kijken hoe het eruit ziet als student? Of zal ik even uitloggen en het zelf laten zien? Dus je bent begonnen door naar seppo.io te gaan en daar heb je de code ingevuld die ik vroeg. Ja. Yes, en dan zie je nu dit.
je ziet al inderdaad twee vraagjes. En zoomen is altijd een dingetje op dit ding inderdaad. Dus dan worden de vragen niet per se groter, alleen de afbeelding. En als je weer uitzoomt, dan zie je ergens een plusje en een minnetje, waardoor het wel wat groter wordt. Ja. Dan moet ik hier toch klikken, welkom, ja. Laten we beginnen. Ja, graag. Die? Ja. Open. Graag. Nou, en build your answer. Nou, oké. Okay. Moet ik hier nog iets invullen? Ja, als je wil. Naam, of maakt het niet uit? Maakt niet uit. En dan send? Ja, graag. Oké. Okay. Wordt die verzonden? En dan close, toch? Ja. En nu zie je dus inderdaad, je hebt level 2 unlocked. Ja. Nou, ga door. Ja. Dit kan weer weg. Ja. En nu zie je dus inderdaad... Nou zit ik hier, toch? Ja, precies. Wat zou je van welk educator gebruiken? Dan moet je een code ingooien. Ja. En als je hem opent? Nou, dan gaan we hem openen. Nee, dat kan niet. Bij Clue staat eronder. Wat zou je welk educator voor gebruiken? Ja, dus... Clue, ja, hier. Hoe lang is George Clooney? Ja, 1,80 of zo. Weet ik. Ja. Hey, perfect gegokt. Je hebt geen idee. En nu kun je hem openen. Tada! En nu heb je die versleep. Gaan we deze weer zenden, toch? Ja, doe maar. Oké. Okay. Zoals je zag zat er tijdsdruk op, dus zat er 0,2 seconden op en dat soort dingen. Maar dit is dus inderdaad hoe studenten het zien. Zo werkt het, hè? Ja, oké. Okay. Ja. En naar de volgende weer, dus naar deze, toch? Of, moet je rechts ervan zit nog een vraag voor het bruggetje. Waar zou je Seppel voor willen gebruiken? Nou, gewoon even doen. Nou, voor de lessen, hè. Zo. Perfect. Nou, en dan staat daar bij... Heb je net gemist? Kan je nog liken of zo? Nou ja, happy. Dit is dus de feedbackvragen die dan tussendoor komen. Active. Nou, niks aan meer. Ja. Thanks for your feedback. Dus dan krijg je als docent ook direct feedback. Ja. En het stond er als automatische feedback bij de vraag het wachtwoord voor kamer 7. Maar dit is dus hoe je eigenlijk van Seppo ook bijna een escape room kunt maken. Door die codevragen bijvoorbeeld toe te voegen. Ja. En zo ga je verder, neem ik aan. Ja, dus verder. Met dit soort codetjes, vragen, antwoord geven, feedback krijgen, enzovoort, enzovoort. Precies. Tof, als we dan even zou willen stoppen met schermdelen, laat ik de laatste kamer zien. En dan kunnen we over op jullie vragen en samen een escape room bouwen. Zien jullie mijn scherm nu weer? Ik ga nu weer eruit, het goed is. Dus ik zal even... naar onze escape room weer gaan. Boop. Zien jullie die nu weer? Ja. Yep. Ik ben eruit. Ja. Nu is onze kamer alweer vergrendeld. In onze laatste vraag dus van Seppo. Dus als je daar voor de brug was. Dan kreeg je als feedback. Dat het wachtwoord van onze laatste kamer finishes. Met een hoofdletter F. En dan kom ik hier. Dus om de escape room te verlaten en Jigsaw's fratsen te overleven, moeten jullie de volgende exit ticket invullen. Hier weer een link naar de exit ticket. En als je die opent, krijg je dit dus te zien. En hier heb ik dan jullie feedback voor mij ingezet. Dus voor een exit ticket krijg je dan, noem één ding dat je gaat uitproberen in je eigen lessen deze week. Vond je de workshop leuk? Wat zou ik volgende keer beter kunnen doen? En de kans is... De kans dat ik in de komende 2 weken een edutool ga gebruiken of proberen is groot of klein. En dan kun je schrijven wat je ervan denkt. Maar dit zijn dus weer verschillende opties waarvoor je een exit ticket kunt gebruiken om dingen aan te vinken. Of de antwoorden die je kunt kiezen in ieder geval. En het voordeel van exit tickets zijn dat je ze voor vergaderingen, voor lessen, voor wat dan ook in kunt zetten. En het beste werken als je ze consistent inzet. Dus stel als jij elke week je les eindigt met een exit ticket. Waarin je vraagt de studenten een begrip op te schrijven die zij nieuw hebben geleerd. Hoe zij de les ervaarden. Hoe zij over zichzelf denken na de les. Dat soort vragen. Dan kun je per week zien hoe de lesmaatstof is overgekomen. En hoe je eventueel je lessen kunt verbeteren.
En daar is consistentie echt key. Dus dit werkt het allerbeste als je dat meerdere maanden doet in ieder geval. Ook voor de studenten, want dan zijn ze al gewend. Oh, tegen het einde van de les moet ik een exit ticket invullen. Wat je ook aan de layout kunt zien, is dat exit ticket met name ook heel toegankelijk en in eerste instantie is gemaakt voor telefoon. Dus ja, ik kan dit op mijn laptop zo invullen, maar het is eigenlijk met de studenten in de gedachte genomen gemaakt en gemaakt voor je telefoon. Dus daar werkt het het snelst en het mooist op. Maar als je dat liever niet wil, kan het dus ook zo perfect op de laptop. Gefeliciteerd! Jullie zijn ontsnapt. Jullie hebben Jigsaw overleefd. Wil je alle informatie die ik heb gegeven nalezen, dan kun je zelf de escape room weer doorlopen. Ik zal hem niet verwijderen. Kan dus wel zijn dat voor sommige dingen, zoals Mentimeter, hij nu op de laatste slide staat. Die dingen kun je dan nog even aan mij vragen natuurlijk. Maar je kunt eigenlijk alles ook teruglezen op mbomediawijs.nl. Dus als je nieuwe tools wil proberen, nieuwe lessen wil proberen. Ik heb voor het gemak nu ook mijn tutorial over een escape room maken toegevoegd. Maar die staat dus op het YouTube kanaal van MBO Mediawijs. En ik weet niet of iemand al de workshop van Max heeft gedaan. Maar hij heeft ook een hele handige werkvormen tool. Waarmee je nog makkelijker kunt kiezen voor welk gedeelte van je les je bepaalde tools in kunt zetten. Dus als jij, gekoppeld aan de zes rollen van de docent, als jij als gastvrouw in mijn geval een nieuwe tool in wilt zetten om je lessen te openen, dan heeft hij dat heel makkelijk voor je gemaakt. Ook heb ik daar een filmpje staan over hoe je je escape room koppelt aan Teams. En hoe je dat dus gemakkelijk kunt doen. Maar voor nu gaan we het ook gewoon even samen doen. Ik hoor eerst of jullie graag of jullie vragen hebben. Nee, niet. Niet echt. Nee. Heb ik iets genoemd waar jullie graag nog iets dieper op in willen gaan? Of zeggen jullie nee, bouwen die handel? Ja, maken maar. Top, gaan we dat doen. Ga ik weer mijn scherm delen. Had ik jullie eindelijk net weer even in zicht. Gaan we toch weer ergens anders naartoe. Oké, hij komt eraan. Wat belangrijk is als ik de escape room maak, voor mij in ieder geval, is dat ik dit doe vanuit de desktop app. Niet vanuit open in Teams, niet vanuit online, maar echt vanuit de desktop app. En de nieuwste versie heb ik nu, waardoor ik de tabbladen bovenaan heb. Dit werkt overigens net zo goed als je een iets oudere versie hebt, waarbij je de tabbladen aan de linkerkant hebt. Werkt op dezelfde manier, alleen is de positie van je tabbladen anders. Dan maak ik een nieuw klapblok aan. En dan moet je kiezen waar je hem opslaat en hoe die heet. Dus ik doe even workshop, test, create. En dan vraagt hij ook direct of je hem al gelijk met mensen wilt delen. Dit is omdat OneNote natuurlijk gemaakt is om samen te werken. Maar we gaan nu zeggen not now. Tenzij je samen met een collega een klapblok maakt en een escape room. Waardoor het wat sneller gaat, dan is het wel heel handig. Dan is dit ons notitieblok waar we mee beginnen. Het is volledig blanco, het is echt aan jou om dit te vullen. Dus zoals dat ik gekozen heb voor een thema als saw, omdat ik luguber ben, maar ook omdat ik weet dat daar veel proefjes in zitten, daar doet me gewoon aan denken met een escape room. Dan is het leukst voor jouw studenten als je hier een verhaal maakt, als je bent opgesloten, je moet ontsnappen. Maar het is het belangrijkst dat je hier heel goed uitlegt hoe jouw wachtwoorden werken. Dus bij mij stond er onderaan hoofdletters en spaties zijn cruciaal. Misschien ben jij iemand die altijd ook een punt gebruikt achter een wachtwoord. Dan moet je dat vooraf vermelden, anders gaat het fout. Ook als je juist niet wil dat ze hoofdletters gebruiken. Of als je wil dat ze alle woorden als een hashtag aan elkaar gaan schrijven. Moet je dat hier vermelden, anders loop je studenten vast. Ook moet je hier uitleggen hoe het werkt. Dus klik op de volgende kamer, druk op enter en dan kun je je wachtwoord invoeren. Dat zijn alle dingen die je hier op de allereerste pagina invoert. Dus hier kun je de pagina een naam geven. Hierboven geef je de sectie een naam. Dus door rename, rechtermuisknop en dan rename. Dus die kun je welkom ofwel kamer 1 noemen. Hier is het dus belangrijk
dat je je spelregels opschrijft. En OneNote werkt eigenlijk net zoals Word. Dus je kunt overal typen. Je kunt er ook tabellen in maken. Je kunt er, wat wel iets makkelijker gaat, dus ook filmpjes in zetten. Dus als jij een YouTube-link erin plakt, bijvoorbeeld, zie je gewoon het filmpje zelf. Afbeeldingen kun je erin plaatsen. De layout mooi maken daarentegen, dat is dus net zo toegankelijk als Word. Je kunt er achtergronden instellen en dat soort dingen. Het is iets moeilijker om heel mooi te maken, maar er zijn mensen heel handig in. Dus het is wel te doen. Oké, dan. Hier de spelregels. Leg goed je wachtwoorden uit. Dan gaan we onze escape room bouwen. En dat doen we door een nieuw tabblad aan te maken, of een section, zoals dat bij OneNote heet. Create. Die noemen we dan Room 1. En dan moeten wij in eerste instantie een vraag bedenken. En het antwoord daarop wat een wachtwoord is. Dus dan doe je op de welkomstpagina zet je de vraag. Even heel plat. Welke kleur heeft een banaan? Zeggen we geel. Dan wordt het wachtwoord van Room 1 wordt geel. Dat doe je door rechtermuisknop. En dan staat hier password protect this section. En dan zet ik hier set password. Bij mij staat hij op zijn Engels. En dan doen we hoofdletter G. Geel. Het is dus heel belangrijk dat je voor jezelf ook opschrijft hoe maak ik wachtwoorden aan. Helemaal als je het de eerste keer doet. Hoofdletter G, geel. Geen punt, doe ik. Oké, nu heeft hij password protection. Nu ik hier een tijdje in aan het rommelen ben, kan ik nog heen en weer. Omdat ik hier net in bezig ben. Dus gewoon welkom, tjoek, tjoek. Niks aan de hand. Als ik een tijdje doorga daarentegen en ik wil weer terug naar kamer 1, gaat hij automatisch weer op slot. En zoals net met de workshop. En één keer heb doorlopen en daarna snel nog een keer wil doorlopen, kan ik er ook voor kiezen om het in één keer alle secties op slot te zetten. Maar het is dus wel heel belangrijk dat je gelijk al jouw vragen en je wachtwoorden opschrijft ergens. Want stel je bent in vraag 5 en je bedenkt, of in kamer 5 en je bedenkt je opeens, oh ja, wat zei ik ook weer in kamer 1? Heb ik dat wel goed getypt of volgens mij heb ik daar een foutje gemaakt? Dan moet je weer opnieuw de vraag gaan beantwoorden om in kamer 1 te komen. Wat in kamer 1 nog niet zo'n ramp is. Maar als dat bij kamer 6 gebeurt, moet je dus weer 5 keer je escape room doorlopen om in kamer 6 te komen. En dat is 1 keer grappig, dat is 2 keer grappig. Maar als je echt lang bezig bent, is dat niet meer grappig. Dus schrijf gewoon direct je vragen op en je antwoorden, zodat je in 1 keer op kunt zoeken. Oh ja, wat was kamer 6 ook alweer? Groen, oké, nu kan ik in 1 keer naar kamer 6. Goed, in kamer 1 gaan we dan een stuk tekst, die noemen we ook room 1. En dan geven we een stuk tekst over bananen. Met allemaal informatie. Waarom zijn bananen geel? En waarom zijn ze krom? Even plat gezegd, maar bijvoorbeeld, wat is een les of een vergadering die jullie onlangs nog hebben gehad? Maatwerk. Maatwerk, oké, prachtig. Ja. Ja. Stel we gaan dit inzetten om met collega's maatwerk te bespreken. Dan heb ik hier net een stuk tekst gehad over hoe een jaar eruit ziet en hoe een systeem met fases eruit ziet. En dan doe ik als vraag, denk ik, oké, ik wil nu modules gaan introduceren. En ik heb al uitgelegd dat 1 schooljaar uit 4 modules bestaat. Dus dan is mijn vraag hier, uit hoeveel modules bestaat 1 jaar. En dan is het wachtwoord 4. Precies. Maar ook dan, je moet zo goed opletten hierbij of nadenken, schrijf het antwoord voluit. Want anders krijg je dat mensen het cijfer 4 gaan opschrijven. Krijg je dat weer. Ja, dus je moet echt, ik raad aan om het gewoon 1 keer te oefenen met een collega om dat soort foutjes eruit te halen, want zelf denk je daar nooit aan. En wat ga je doen? Kapitaal 4 of onderkast 4? Ja. Precies. Dus op deze manier doen we weer rechtermuisknop, password protect, set password. En dan doe ik weer hoofdletter V, want ik heb aangekondigd dat ik overal een hoofdletter voor gebruik. Ja, dan ga je. Ja. 4.
En dan kan ik hier vervolgens uit gaan leggen over units, vakken, studiepunten, etc. Nu krijgen we een mooie glitch dat we hem 2 keer krijgen. Ik weet niet waarom. Ook leuk. Maar het gaat er zelf mee vandoor. Nou, stel je hebt modules uitgelegd, dan ga je nu uitleggen over studiepunten. Denk ik dat dit de camera was waar dat waren. Heel apart. Ik denk dat ik op een gek knopje heb gedrukt. En dan zeggen we hoeveel studiepunten is een unit waard. Daarvan is het antwoord dan schrijf het antwoord voluit. En dan is hier weer wordt het wachtwoord. Eerst hernoemen naar kamer 3. En dan wordt het wachtwoord 3. Zo. En zo, zo maak je een escape room eigenlijk. Het ziet er ingewikkelder uit dan het is. En ik vind persoonlijk dat het meeste tijd hem in de vragen gaat zitten. En goed nadenken over antwoorden. Maar dit is hoe je een escape room bouwt. In OneNote in ieder geval. Het is naar mijn idee relatief makkelijk. Maar ben ik iets vergeten te zeggen? Ben ik iets vergeten uit te leggen? Waar nodig je mensen bij? Hoe ga je ze inviten hier? Hoe dealen? Dus wat ik het makkelijkst vind, zoals we hier nu hebben gedaan, als het niet per se ook gekoppeld is aan iets in Teams, of als je met mensen van buiten afwerkt, dan kun je hier vaak share. Ja. En dan kun je dus ook aangeven of je het per e-mail doet, of mensen alleen binnen het netwerk, wat ik nu dus wel heb gedaan, of niet. Dus hier via de link heb ik het voor jullie gedaan, dat vind ik het makkelijkst. Maar je kunt het ook in Teams zetten. In Teams heb je namelijk ook je notities. Ja. Dus je hebt daar je staff notebook. Daar kun je dit niet in zetten, in staff notebook, daar is het niet toegankelijk voor. Dat is echt wel, ik denk omdat er al zoveel mensen in zitten en het al zo'n zwaar programma is, dat dat gewoon niet gewaardeerd wordt als je daar ook nog escape rooms in gaat zetten. Maar de notitiepagina's, je kunt er gewoon een OneNote toevoegen en dan kun je er wel bij. Dus je kunt notities toevoegen. En wat ik ook nog wel eens doe, is dit als een bestand uploaden. Je kunt het dan bij bestanden, ik heb nu niet even een voorbeeldteam, dan zie je heel veel namen. Maar dan kun je bij bestanden kun je een OneNote ook uploaden. Dus toen ik er een aanmaakte, vroeg hij om een locatie. Nou, daar kun je ook een team voor kiezen. En zo zet je dat in Teams. Dit klinkt nu vaag, maar ik heb hier ook een filmpje over gemaakt. Dus op MBO Mediawijs heb ik ook een stap-voor-stap filmpje over hoe je dat toevoegt. En dat is dan wat makkelijker, want dan heb ik een testteam gemaakt waarin je echt mee kunt kijken en hoe ik dat doe. Als ik dat nu doe, ben ik bang dat ik heel veel studentennamen laat zien. Wat weer niet AVG is. Nee. Even stoppen met schermdelen, zodat ik jullie ook aan kan kijken. Dan. Zijn hier verder nog... En je hebt die OneNote app, die heb je op je Mac staan? Of op je... Ja, op mijn computer, PC, wat je hebt, oké. Ja. Dus je hebt hem gewoon gedownload, je hebt hem gewoon vaststaan. Ja, precies. Niks online, je gaat niet online dingen doen, begrijp ik. Hij synchroniseert met mijn OneDrive. Ja. Dus online. Wat ook wel fijn is, waardoor je niet zo makkelijk kwijtraakt. En het is echt, zoals ik zei, gemaakt voor samenwerken. Maar als ik vanuit Teams werk, merk ik dat OneNote heel langzaam is. Dat vraagt blijkbaar heel veel van hem. Dus hij traag wordt hij dan? Okay. Ja, en ook staan alle opties er niet, zoals password. Volgens mij tegenwoordig wel, maar is het dan weer helemaal zoeken als je het online doet. Ja. En via desktop is het gewoon veel makkelijker. En is gewoon een rechtermuisknop, klaar. Ja, nee, oké. En vervolgens synchroniseert het wel op die manier. Dus als je daarna dus puur en alleen de escape room speelt, kun je dat hartstikke makkelijk vanuit Teams doen. Dat werkt dan heel goed. Oké, nou, lijkt me goed. Ja. En hoe ervaren studenten dat, Anne-Floor?
Dus de studenten laat ik bijvoorbeeld kennis maken in een introductieweek met Teams. En de schoolregels door middel van een escape room. Dus dan is het eerste wachtwoord ook, wat is de naam van je SLB'er? De schooladressen hier werken door de eerste letter van de voornaam. Punt, achternaam, @ma-web.nl. Wat is het mailadres van jouw lichtdocent? En dat is dan het wachtwoord voor de volgende kamers. En op die manier, wat is de code van jouw klaslokaal? Op die manier leer je hen dan. Ja. Ze moeten wel, anders komen ze niet verder. Precies. En ja. Het is dan toch echt een wedstrijdje, dus dat vinden ze toch wel leuk. Ja, leuk competitie-element. Ja. Oké, dan deel je de klas ook nog weer op in subgroepjes die dan tegelijkertijd de room spelen. Dus dat kan ook nog. Ja, sterker nog, ik raad het vaak aan, helemaal als je binnen Teams ermee werkt, of om een manier om Teams te leren kennen. Dan raad ik echt aan om het in tweetallen op zijn minst te doen, zodat één iemand de escape room op zijn scherm kan houden en de ander de antwoorden op kan zoeken binnen Teams. Omdat je anders de hele tijd moet heen en weer en dat is een beetje vervelend. Ik heb het ook ingezet voor docenten. Dus toen wij op een heidag maatwerk gingen leren kennen en onze Teams opnieuw ingericht was, dus om bijna een beetje te leren kennen. Overigens, opvallend daarbij is, als een student of een collega eenmaal in een kamer zit en het wachtwoord unlocked is, kunnen zij eventueel tekst aanpassen als ze willen. Nu doen studenten dit over het algemeen niet, althans niet expres, maar daarom zei ik ook, schrijf de vragen en de antwoorden op, dat als ze ook per ongeluk de vraag hebben verwijderd, dan kun je die in één keer weer terugplakken. Dat kun je gewoon doen terwijl ze bezig zijn, dat is geen probleem. Collega's daarentegen gaan de vragen veranderen. Sommige collega's. Sommige collega's. Dus ik heb gemerkt dat collega's ook lekker fanatiek ervan worden en dat een kind in hun naar boven haalt. Dus hou echt de vragen bij de hand, zodat als je ook heel vaak krijgt, het wachtwoord werkt niet, dat je dan kunt zien, oh, wacht. Er is iets met de vraag gebeurd of zo. En kun je ook zien wie dat dan heeft gedaan of niet? Nou ja, als één groepje voorloopt en de rest zit daarna, het wachtwoord werkt niet, dan ja. Dan weet je al genoeg, ja, oké. Okay. Ja. Er zijn wel versiegeschiedenis is er bij OneNote, maar dat wil je gewoon niet doen terwijl er heel veel mensen in aan het werk zijn, want dan verspringt dat gewoon veel te vaak. En dan knal je iedereen terug, dus dat wil je gewoon niet doen. Maar je kunt dus niet ze andere rechten geven, dat ze het alleen maar mogen spelen. En dus niet kunnen bewerken. Je kunt hem op alleen lezen zetten. Ja, dat kan wel. Ik moet dan even uitproberen of je ook de... Ja, volgens mij kun je dan wel de wachtwoorden invoeren. Dat zou wel logisch zijn. Ja, even kijken. We kunnen het uitproberen anders. Als jullie hem nog hebben staan. Wat voor recht heb ik jullie gegeven? Even leren. Dat weet ik niet. Even kijken. Oh ja, ik heb een view link, dus jullie kunnen alleen kijken als het goed is. Oké, dan zouden we dat nu kunnen uittesten. Dan weet je dat ook. Dus jullie konden wel de wachtwoorden invoeren, zag ik. Bij Johan in ieder geval. Ja. Kunnen jullie hem ook bewerken? Of heb ik dat per ongeluk zelf al opgelost? Nee. Bij mij is hij nog aan het laden. Ik had hem nog niet geopend. Ja. Nee, ik kan alleen lezen. Ik kan niet bewerken. Nou, nee, top. Zo dus alert zijn bij de link die je deelt en welke rechten je daaraan ontleent. Ja, top. En je kunt wel het spelen, Mirjam. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat is, ja, dan dat is kan. Het opgelost. Dan, ja. Dat is wel namelijk wel heel fijn, want anders dan hoef je daar helemaal niet zorgen over te maken. Nee. Het is wel grappig. Dus als je het wil kijken wie er zo in elkaar zit, bijvoorbeeld, dan kun je dat ook expres doen. Ja. Zijn er verder nog vragen? Of kan ik ergens nog bij helpen? Inspiratie nodig? Nee, denk niet. Is er iets waarvan je nu denkt, oeh, dat wil ik echt heel graag gaan uitproberen? Nou, ik vind dat Zeppo ook heel leuk, moet ik zeggen. Ja. Dat ziet er ook gewoon heel aantrekkelijk. Het ziet er op de een of andere manier net iets aantrekkelijker uit dan OneNote. Maar goed, OneNote kun je natuurlijk wel aantrekkelijk maken. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk een beetje
ja, toch een beetje Word-achtige bestandjes, zeg maar. Ja. En dat Zeppo ziet er meteen echt heel fancy uit, weet je wel. Dus dat, en omdat je aangaf dat je dat ook eigenlijk kunt inrichten als zijnde een escape room. Ja, moet je heel goed. Het is wel alleen met codecijfers, maar ook met niveaus. Dus je kunt ook gewoon zeggen, ja. Ja, eigenlijk omdat ze al vragen moeten beantwoorden, heeft het al een beetje die escape room vibe. Maar als je echt codes wil laten ontrafelen, zijn dat wel alleen cijfercodes. Dus voor rekenen is dat echt een top bijvoorbeeld. Of meer de mindertalige vakken. Maar je kunt ook gewoon een eis stellen van je moet zoveel punten scoren voordat je verder kunt. Zoals ik bij die niveaus heb gedaan. En op die manier het inrichten als een escape room. Ik vind het ook wel eens fijn om op zo'n dag als vandaag, dat het eigenlijk heel erg mooi weer is, had ik als laatste uur de filmacteurs, die over het algemeen wat actiever zijn. En ik ben redelijk snel in Zeppo. Dan kan ik ook, als ik denk, nou, ik heb een grammatica les voor vandaag, gooi ik dat in een Zeppo met een kaart op Westerpark. En ga maar rennen. Wat leuk. Ja, dus op zich, hoe handiger je erin wordt, hoe meer je er ook in kunt... Nou, op kunt inspelen. En het leuke aan Zeppo is dat je ook dingen openbaar kunt maken. Dus zoals mijn introductieweek speurtocht kan ik dan ook delen met collega's. Dus als, en er staan ook voorbeelden. Dus dit is bijvoorbeeld hoe je het menselijk lichaam kunt ontdekken. En met studenten natuurlijk ook, toch? En met studenten, ja. Yep. Hm. Ja, nou, dat nice. Met name. Maar als dus iemand van... audiovisueel een heel gave Zeppo heeft gemaakt, dan kan ik daar ook bij als hij dan met mij, als hij dat openbaar zet bijvoorbeeld. Ja. Dit is de kaart van Amsterdam waar ze doorheen hebben gestuurd, een stukje noord. Hoi. Hallo. Hallo. Zo hebben we langs allemaal theaters gestuurd. Het begint bij school. Tadaa. Leuk zeg. Ja. Hey, en zou je het ook kunnen inzetten om studenten zelf een opdracht te geven om iets te verwerken in Zeppo? Of? Ja, dan moet zij wel een account aanmaken. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus dan moet je dat afwegen en uitleggen dat het dan niet helemaal AVG is. En dat is oh ja, niet. Dat was zo, ja. Ja, ja, ja. Nee, dan heb ik een uur lang tegen jullie aangekletst. Ja, heel nice. Ja, top. Fijn om te horen. Dank jullie wel.